Hey, hier voor mij staan even de laatste berichtjes die binnenkomen, Alain. Hoeveel berichtjes heb je ondertussen ontvangen? De trainer van Warmunda? Inmiddels al heel erg veel van allemaal bekenden die natuurlijk een beetje meeleven met ons. En, dus dat speelt niet allemaal. Ja. En, fantastisch vanuit de club. En, als ik moet kijken ook hoe we vandaag zo'n wedstrijd spelen, waarin ik wel vind dat we behoorlijk angstig ook begonnen. En een van de weinige wedstrijden waarin we ook wel wat angst hebben uitgestraald. Maar als je ziet dat we zelfs met 10 man eindigen en als collectief daarin met z'n allen te werk gaan, is het een groot compliment naar de groep. Bij zo'n tegenpartij weet je ook, dat zeg ik ook. Ik heb het zelf ook wel eens een keer in degradatie meegemaakt. Wet van Murphy gaat op, alles wat tegen zit. Dat zit dan bij zo'n tegenpartij ook allemaal tegen. En, maar goed, ik denk dat we fantastisch als collectief hebben gepresteerd en vandaar dat we dit hebben bereikt. Fantastische prestatie, met gerucht gaat dat je zit te wachten op een sms'je van premier Rutte. Nee hoor, nee. Niet zozeer van Rutte. Ik ben niet zo VVD gestemd. Okay. Ik geef even naar je buurman, voor de mensen die hem nog niet kennen. Je bent Martin de Lauw, hè? Nou, vanochtend nog wel, ja. Maar je roots heb je hier liggen toch in Warmunda? Ja, ik ben als jonge speler hier begonnen met voetballen. Mijn kinderen zijn hier begonnen met voetballen. Ik ben uiteindelijk bij Rijnsburgse Boys terechtgekomen. En daar heb ik Alan leren kennen. En uiteindelijk zijn we samen bij Terleden geëindigd. En dat is hoe het gegaan is. Maar geëindigd bij Terleden betekent het begin bij Warmunda natuurlijk van een fantastisch setje, hè? Ja, ik moet zeggen, van tevoren zijn er een aantal spelers die erbij komen. Je merkt dat het gaat leven in het dorp. En dan weet je dat er wel iets aan zit te komen. Maar dat het na 1 jaar al promotie zou zijn, dat is ook voor mij al wat snel gegaan, hoor. En dat zag je op sommige momenten ook wel in het jaar gebeuren. Het tweede elftal is gepromoveerd, is kampioen geworden. Het eerste elftal is gepromoveerd. Maar uiteindelijk moet een hele vereniging daar heel langzaam in mee kunnen groeien. En het ging af en toe ging het wel eens wat te snel. Ja, voor het eerst in 70 jaar. Nou hoor ik al mensen die zeggen, joh, ik hoop dat jullie dus als trainerstaf de komende 10 jaar bij Warmunda blijven. Hoe lang blijven jullie bij elkaar nog? Nou, wat mij betreft zo lang mogelijk. Ja, dan kan jij daarover nadenken, Martin. Nee, maar goed. Kijk, vooraf vanuit die ambitie vanuit de club. En weet je dat je met Martin een geschikte jongen hebt die de club een beetje kent. Wat er speelt. En dat is altijd fijn. Buiten het feit dat we samen kunnen overleggen tijdens wedstrijden ook wat er moet gebeuren. En dat voelt heel erg vertrouwd. En wat Martin zelf net al aangeeft, we hadden een insteek om eigenlijk vanuit onze doelstelling in het linkerrijtje te eindigen. Als je dan ziet dat we eigenlijk gedurende het seizoen gewoon goed meededen, dan ga je in de winterstop dat bijstellen en dat hebben we gedaan. En eigenlijk hebben we gezegd bij de eerste 5-6, ja, dat uiteindelijk dat je stijf tweede plek weet te bemachtigen en dat eigenlijk voor een langere tijd vasthoudt. Ja, dat heeft uiteindelijk wel geresulteerd in een goed gevoel en waar we nu zijn. Gigantisch natuurlijk, vanaf 20 september ongeslagen. Jullie hebben zelfs nog uit Kikkers, geloof ik, klop gegeven. Ja, klopt. We begonnen, in mijn ogen hebben we een van onze beste wedstrijden uit bij Delphia gespeeld. Daar begonnen we mee. Die verloren we 3-1. Toen kwam Kikkers, we hadden wat wijzigingen, wat blessures, waardoor we eigenlijk wel verzwakt moesten aantreden tegen Kikkers hier thuis. Daar waren we kansloos, maar op basis van die eerste wedstrijd had ik er nog voldoende hoop in om een goed resultaat weg te zetten. En dan gaat het er ook om dat je vertrouwen blijft houden en... wat je net zelf aangeeft met deze wedstrijd van vandaag, 24 wedstrijden op rij. Dus ja, een mooie prestatie, ja. Lijkt mij. En we krijgen van de vele kijkers al toch de vraag, wat doet nou eigenlijk een assistent trainer? Iedereen wil het worden. Ik hoor mensen die zeggen, joh Makkie, je gaat erachter lopen. De trainer doet alles. Wat voor dingen doe jij allemaal, Martin, als assistent trainer? Het is niet de bedoeling dat hij alles bloot gaat geven voor tegen. Nee, maar dit wordt ook niet uitgezonden. We knippen erin. Maar Martin, barst los. Ja? Ik heb nog steeds geen flauw idee. Je hebt nog... Martin, ben jij een people manager? Is dat jouw rol? Nee. Je bent niet de Guus Hiddink in een regenjas, schouder eromheen, kop koffie? Nee, ik heb, er is één ding wat ik misschien wel bewust doe. De rest dat komt gewoon allemaal aanwaaien op basis van wat je op dat moment vindt. Ik probeer wel een klein beetje de boel eens af te zwakken. Alan is een enorme fanatieke trainer. Zeg maar wat het werkelijk is, hè? Want dit klinkt nog een beetje bedeeuw. Volgens mij vind je iets heel anders van hem. Is die super fanatiek, te fanatiek? Hij is in mijn ogen wel eens te fanatiek, ja. En is dat bespreekbaar? Nee, maar het is ook wel een kwaliteit als je dat van jezelf weet. En dan juist iemand weet aan te stellen zoals Martin. Die dat misschien wel eens kan temperen. En, ik had geen betere keuze kunnen maken. En ik ben blij dat hij ook volgend jaar gewoon... Maar waar zit Martins talent?
Nou goed, wat ik net aangeef, dat gaat van op trainingen je rol hebben, situaties bespreken. Het hele voetbalverhaal. En ook tijdens wedstrijden 4 ogen zien meer als 2. En dat is gewoon een hartstikke fijn gevoel en vertrouwd. En het mooiste is als je beide vanuit dezelfde visie weet te praten. En dat ook naar zo'n groep toe weet door te leggen. En daar is die heel erg belangrijk in. Ja. Nou, de cabaretier Erik van Muiswinkel heeft wel eens een keer Anton Geesink nagedaan. Die had een historische zin. Ik heb een brief gekregen. Nou kregen jullie ook van de KNVB ook een brief, hè? Afgelopen vrijdag. Wat gebeurt er dan? Wat gaat er dan door je heen, Martin? Kreeg je dat aan de keukentafel onder ogen? Hoe is die boodschap dat jullie al gepromoveerd zijn in feite? Nou, ik hoorde dat van Alan. Alan die belde mij op en die zei dat. En... wat was je eerste reactie? Flikker op? Nou ja, wel zoiets, ja. Nou ja, nee, niet flikker op naar hem toe, maar flikker op naar de KNVB. Ja. Omdat dat, ja, het moment waarop zoiets komt, gaan hele rare dingen. En ik snap het wel dat het moeilijk is voor de KNVB. Want er zijn allerlei zondagverenigingen die in één keer stoppen ermee. En dan wordt het allemaal weer anders. Maar het moment, ja, dat is wel raar. Ja. Wat doet het dan met jullie als technische staf? Want hoe ga je het vertellen aan de spelers? Nou, ik vind zo'n bericht funest voor de groep. Ik kreeg vrijdagavond, toen het net bekend werd, direct al 5-6 sms'jes van jongens uit de ploeg, uit mijn elftal. En kijk, ik weet dat dat een mentale, mentale tik en dat is nooit goed. Daarom heb ik ook in de wedstrijdbespreking gezegd, jongens, het is allemaal nog niet definitief. Zelfs de KNVB zou nog een aantal besluiten die ze nu hebben genomen later nog kunnen terugdraaien. Ik heb gewoon gezegd, we moeten het op onze eigen sportieve kracht weten te doen vandaag. En dat hebben we gedaan. Toch nog even één opvallend ding. Want dat laatste fluitsignaal dat kwam van de scheidsrechter. Nou, ik was blij dat het allemaal goed afgelopen is. Want er zat een hoop geestelijke irritatie de eerste helft in het veld. Ik begrijp de spanning. Toen dacht ik, heel warm mond gaat over die glasmat. Henny Kambier en ik gingen een stap naar achter. Er komt niemand het veld op. Missen ze de handleiding hier? Juichen voor beginners? Hebben jullie niet verteld? Staat er stroom op de hekken? Wat is er gebeurd dat iedereen netjes bij de hamburgertent blijft? Nou ja, ik denk dat het. Ik zou het niet weten, dat zou je het publiek moeten vragen. Maar het is natuurlijk wel feit dat dit niet eerder is voorgekomen. En misschien dat het wat vaker moet gaan gebeuren, zodat ze weten dat ze wel mee mogen delen in de feestvreugde. Dus als jullie met de platte kar door het dorp gaan, wel even zeggen dat ze langs de kant moeten staan. Dan is het allemaal met bord op schoot of zo. Ja, dat komt goed. Ja, ik weet wat je bedoelt. Het zou wat uitbundiger kunnen. Het zou wat uitbundiger kunnen. Zeg, en nog een wens erom wat betreft de selectie? Of zeg je van, jongens, we gaan lekker met deze jonge jongens verder met dit team? Ik begreep dat Vincent Sonneveld nog een jaar gaat spelen. Patrick Kokema stopt. Petje stopt. Weet je, het is gewoon zo dat we het met eigen jongens moeten doen. En we laten wat talentvolle A-junioren overkomen die ook graag voor Warmunda willen gaan spelen. Ik ben niet gelukkiger. Ik ben gelukkig met deze groep die we nu hebben. En qua mogelijkheden is het hier allemaal beperkt. En we moeten het puur met aan jongens doen die we nu hebben. En daar zie ik ook de uitdaging in leggen. En dat ga ik graag aan volgend seizoen ook met deze groep. En ik heb daar het volste vertrouwen in. Oké, en laatste vraag. Martin, hoe laat gaat morgenochtend de wekker? Nou, normaal gesproken om 7:00. Maar morgen? Dat weet ik nog niet. Dat afhankelijk van hoe het vanavond gaat lopen. En Alain, bij jou morgenochtend de wekker of helemaal geen wekker? Helemaal geen wekker. Ik heb met mijn baas afgesproken dat ik de hele week vrij neem. Dus dat gaat wel goed komen. Ongelooflijk een goede baas heb jij. Hey, jongens, jullie ongelooflijk gefeliciteerd. En laat ze in godsnaam juichen als jullie met die car rondkomen. Hè? Kom goed. We zijn innerlijk bijzonder blij. En ik hoop dat de mensen het allemaal mooi gaan oppakken. Maar dat komt goed. Oké. Okay. Hey, bedankt. Hey, bedankt. Hey, onwijs. Kijk, man. Hey. Veel plezier.